vlog ga ik jullie laten zien hoe het eindresultaat is geworden van Lucas' kamer. En ga ik jullie laten zien wat ik tegenwoordig een beetje doe op een dag. Zoals de meeste van jullie wel weten heb ik momenteel geen werk. Jeroen gelukkig wel. Jeroen die werkt Best Alarm System. Eigen bedrijf en dat gaat hartstikke goed. Dus ik help hem mee met de boekhouding. En met zijn social media en nog wat meer dingetjes. En verder ben ik natuurlijk druk met het vloggen. Ik probeer gewoon leuke filmpjes voor jullie op te nemen. En ik doe ze ook helemaal zelf monteren. Dus dat ben ik ook nu aan het doen. Dus laat ik jullie eventjes zien. Kijk, ik zit hier nu achter mijn laptop. En dan heb ik hier mijn montageprogramma. En nu ben ik dan, laat maar zeggen... Nu ben ik dus aan het monteren de nieuwe vlog die dan vrijdag weer online komt. Dus er gaat toch best ook wel wat werk in zitten. Ik denk dat ik toch gemiddeld wel 4-5 uurtjes bezig ben met het monteren. Ik ga muziekjes eronder zetten, effecten erin. Maar dat vind ik super leuk om te doen. Dus daar ben ik ook altijd leuk mee bezig. Verder vind ik het ook heel erg leuk dat ik heel veel vragen en reacties en zo van jullie krijg. Mensen die ook willen emigreren met vragen. Ik vind het altijd super leuk om iedereen te beantwoorden en om mensen te helpen. Ook vind ik het erg leuk dat ik veel reacties krijg van mensen die ook de droom hebben om te emigreren. En dan zeggen van doordat we jullie vlogs kijken, hebben we besloten dat we er toch voor gaan. En dat vind ik gewoon echt geweldig. Dus ik hoop dat we zo mensen kunnen inspireren om hun dromen te volgen. Dat hoeft natuurlijk niet per se emigreren te zijn, maar gewoon kunnen ook andere dromen zijn. Je leeft maar één keer en je moet gewoon proberen zo'n leuk en mooi mogelijk leven ervan te maken, toch? Nou ja, ik ga jullie in deze vlog nog verder laten zien wat ik een beetje doe zo heel de week. Nou, en natuurlijk doe ik ook alle normale taken, huishoudelijke taken, zoals de was. En ik probeer ook meestal wel een uurtje per dag te sporten. Dus ik ga zo even lekker sporten. En het prettige is dat hier natuurlijk heerlijk buiten kan. Dus ik ga zo lekker sporten. Verder natuurlijk ook gewoon voor de kindjes zorgen. En morgen ga ik een strandwandeling. Ga ik de ochtend beginnen met een strandwandeling met 2-3 vriendinnen. En verder ga ik in oktober ook nog starten met Spaanse les. Dus ga ik 2 keer in de week, 2 ochtenden, dinsdag en donderdagochtend naar Spaanse les. Om mijn Spaans nog beter op peil te krijgen. Het gaat steeds beter. Ik verbaas mezelf af en toe over dat ik best wel redelijk wat gesprekjes kan voeren. Dus dat gaat super de goede kant op. Kijk, dat blauwe hotel daar, dat is ons doel. Het lijkt soort van dichtbij, maar het is best wel een stuk lopen. Half uur heen en dan gaan we weer terug, weer half uur terug. Het zonnetje is net op. Nog niemand op het strand. We zijn bijna bij het Blauwe Hotel. En dan gaan we weer terug. We zijn er! Zo, dan gaan we weer terug. Best zwaar zo hoor, in het zachte zand. Het is echt wel een goede workout. En we hebben nog een verjaardag, want Joost is jarig. Of zal ik eerst even onder de douche springen? En dan gaan we lekker hier vieren. Op het dakterras. Bij het strand waar we net hebben gewandeld. Kijk. Direct aan zee. Gebaseerd op iets wat jij heel erg leuk vindt in die regio. Iets wat je heel graag kan waarderen. Waar maak ik jou blij mee? Waar maak ik jou niet blij mee? Jee, nee zeg.
Ja. Ja, dit is echt leuk. Zo, dit is gaaf. Wauw. Jeetje, Mina, wat gewaagd met de piercing nog. Dit is your birthday. Ik ben vandaag even mee met de mannen. Die gaan bij deze vrijstaande villa een offerte maken voor een alarm. En als het mee zit, gelijk ophangen. Dus dan ga ik ook even kijken hoe dat allemaal precies in zijn werk gaat. Ja, we zijn vooral van het buitendetectie. Binnendetectie verkopen we ook. Maar buitendetectie doen we vaak installaties. Omdat dat toch wel een beetje vakwerk is. Dat je goed moet kijken welke hoeken je de camera's ophangt. Je kan het ook heel makkelijk zelf installeren. Dus we proberen zo heel het plot te bekijken. En dat we overal detectoren hangen, dat dit afgaat. Dat je ja, de ramen en de deuren niet, ja, het hele huis eigenlijk niet kan aanraken. De klant is akkoord gegaan met de offerte, dus we hebben inmiddels hebben wij alle producten die we al mee hadden genomen vanuit ons magazijn. En dan gaan we beginnen met de installatie. Toch, Jeroen? Yep. Ik ga ook meehelpen. We gaan de detectoren ophangen. Even bepalen waar die moet komen. Kijk, dit is een curtain. Dat wit wat je ziet, dat straalt, laat maar zeggen, zoals een gordijn. Zo langs deze kant. En deze straalt ook naar de andere kant. Hij is nu geïnstalleerd, dus als het goed is, als ik nu hier in de buurt kom. Zie je? Dan detecteert hij me. Een rood lampje. Ah, en die hangt goed. Nou, we gaan nu de street siren ophangen. Dus dat is, laat maar zeggen, de lawaaimaker. Dus voor als er een detectie is, dan gaat deze loeien. Dus die gaan wij zo hier aan de muur bevestigen. Wel waarschuwen hè, dat ze hier over die muur heen gaan. Ja. Hoppa. Hoppa. Pest alarm system. Nou, van deze klanten is het huis goed beveiligd. Zijn fort geworden. Ja. Wij zijn nu even in een winkelcentrum. Winkelcentrum Habaneras. En dat is vlak bij ons huis. En heb ik eigenlijk nog nooit laten zien in de vlog, maar dat is ook een heel mooi winkelcentrum. Kijk maar, we gaan nu omhoog. Het is eigenlijk echt vlakbij. Meestal in mijn vlogs ga ik naar Lazinia. Die is wel wat groter, maar dit is ook een heel mooi groot openlucht winkelcentrum. Het is echt vlakbij ons. Vijf minuutjes lopen. Dus ook als je bij ons een appartementje huurt, kan je hier gewoon lekker naartoe wandelen en kan je hier lekker shoppen. Dit van alles, C&A, parfumerie, de Claire's. We gaan nu namelijk even een cadeautje kopen, want we hebben straks een kinderverjaardag. Onze buurmeisjes worden 10. Dus we gaan even cadeautjes scoren. En ze zijn tweeling, dus ze zijn allebei jarig. Ja, daarom. Dus we moeten 2 cadeautjes. Het heeft 3 verdiepingen met winkels en ook met restaurantjes en dat soort dingen. Dus nu gaan we even op de roltrap. Altijd wel leuke dingen voor meiden van 10, hè? Nou, we gaan jullie maar even kijken. Jullie weten wat ze leuk vinden. Delphine wil heel graag nepnagels. Delphine wil nepnagels. Nou, daar hebben we er hier genoeg van. Ze gaan hem even leuke uitzoeken. Deze mooi. Oh ja, die zijn maar mooi. Maar ze houden heel veel van blauw. Dus dit is dan ook wel een hele goede kleur. Okay. Kijk. Habaneras Shopping Center. We hebben leuke cadeautjes gekocht, hè? Jee, we mogen komen op de verjaardag, hè? Nou, kom maar. We zijn welkom. We zijn nu welkom, ja. Gaan we naar het feestje? We moesten ons zwempak meenemen en handdoeken. Nou, het feestje is begonnen. Huh?
Iris, 10 jaar. Oké? 10 jaar. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. And you just better to see me dance just one more time. I sing you, sing you, sing you every time. I know my eyes, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance with me, dance with me, dance with me, whoa. Oh. Even kijken naar je bed, hè? Kijk. Want hier wordt dat dus thuis bezorgd. En in elkaar gezet. Dat is heel chill. Kijk eens. Ja, ze zijn jouw bed aan het maken. Hola. Toekama, zie. Nou mensen, er is iets bijzonders gebeurd. Want het regent. En het is koud. En dat zijn we niet meer gewend. Ik heb gewoon een soort trui aan. En schoenen. Nou... Dat heb ik in geen maanden aangehad. We gaan de kinderen uit school halen. Dan gaan we nog even een paar dingetjes kopen voor Lucas' zijn kamertje. Gisteren is ze bed gekomen. Dus het is nu bijna af. Voor de kinderen heb ik ook maar een truitje meegenomen. Ja, die zijn ook gewoon lekker vanochtend nog in de korte broek en een t-shirt naar school gegaan. De garage, maar het is een beetje donker hier. Ah, kijk, daar is die. Dus ja, dat is altijd heel erg wennen hier in Spanje als het in één keer wat kouder wordt. Dat merk je aan heel veel dingen. Nou ja, dat kleding echt helemaal niet lekker zit. Helemaal die lange broek is echt vreselijk als je die voor het eerst aan moet. En wat je ook merkt is bijvoorbeeld dat je in één keer weer veel meer was hebt. En dat soort, ja, dat soort dingen. Dus, maar goed, ja. Ook hier heb je, nou ja, 2 seizoenen. Dus je hebt hier lente en zomer. Mijn kamer is af en ik ga hem jullie laten zien. Kijk. Ik heb een tv. Ik ben Mario Desi aan het kijken. Dit is mijn nieuwe bed. Mm-hmm. Je hebt hier ook een ander bed. Maar alleen moet daar nog een matras in, ja? Ja, een matras in. Hier zijn mijn petten. Hier zit de keyboard. Mm-hmm. Hier zit papa's kantoor. Kijk, mm-hmm. En ik kan al keyboard spelen. Ga ik nu jullie laten zien. Zo, concert Luca hier. Kijk, en dit is een liedje. Baby Shark, hè? Ja. Dan hebben ze hier het broodje, daar zit papa altijd te werken. Hier zit Luca dan te spelen. En hier heb ik ook nog... Dan heb je hier... Hele handige laadjes. Er kunnen reuze grote bakken in. En kijk, het is ook een groot bed. Daarom zitten ook 2 bedden in. Want kijk hoe ik erop moet zonder het krukje. En dan zitten hier gewoon Nintendo's erin. Gewoon dat we kunnen spelletjes spelen. Klokje. En dat is het bed. Dan moet ik wel het krukje hebben om naar boven te gaan. Een hele mooie schilderij daar, hè? En hier ook nog een leuk schilderij. En een keukentje. Je, die schilderij hier, dat was een puzzel. En mijn opa heeft hem gemaakt. En het was echt super moeilijk, want er waren 600 stukjes. Mm-hmm. Dus het was echt wel super moeilijk hoor. Kijk, maar nu heeft mijn opa gedaan dat het een schilderij is. Dus dat is veel cooler. Toch? Mm-hmm. Ja, mooie kamer heb je, hè? Ja. Blij mee? Heel blij. Ik heb ook gewoon een nieuw bed, maar hij is ook echt super groot. Dus ik ben er echt super blij mee. Dit was mijn kamer. En nu hebben jullie zeker gezien hoe mijn kamer eruit ziet. Als jullie het mooi vinden, geef dan een duimpje omhoog van deze video, hè? Ja. En zeg in een reactie of je het een mooie kamer vindt. Ja. Doei. Een duimpje omhoog of een reactie. Doei. Doei.